Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Jasper de Heijden, morgen Jong Ajax. Een bekende van je. Ja, leuk. Vorig jaar natuurlijk daar gespeeld. En 6 jaar lang daar in de jeugd doorgebracht. En nu aan de andere kant. Ja, gaat dan de telefoon, het appverkeer heen en weer al met Amsterdam? Nee, dat valt wel mee eigenlijk. Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe jongens en jonge jongens. En de meeste ken ik eigenlijk niet eens. Persoonlijk, zeg maar. Maar wel qua naam natuurlijk. Maar de jongens waarmee ik echt mee omging, zeg maar, die zijn al wat ouder. En, of zijn ook ergens anders. Ja, want wat verwacht je van Jong Ajax? Hoe gaan ze spelen tegen Cambuur? Ja, ze zullen hun eigen ding willen doen, wat ze normaal ook doen. En gewoon, ze willen voetballen altijd. En dat weet ik ook van vorig jaar natuurlijk en de jaren daarvoor. En ze weten natuurlijk niet echt nu welke spelers er spelen, weten wij ook niet. En maar ze gaan altijd uit van hun eigen spel. Ja, maar het is voor ons altijd zitten we te kijken met wie zouden ze komen, noem maar op. Jij hebt er gespeeld, hoe ging dat dan? Hoorden de spelers het pas ook de dag voor de wedstrijd? Of ze spelen, of ze bij de selectie zitten, wie er van bijvoorbeeld het eerste doorkomt? Ja, het is natuurlijk heel lastig. Het was een jong elftal die... Je weet nooit eigenlijk wie er gaan spelen. En ja, je kan soms op de dag zelf komen en dan denk je dat je gaat spelen. En dan zijn er een paar jongens van het eerste erbij gekomen en dan denk je van, oh ja, ik ga toch niet spelen. Dus het is voor die jonge spelers ook wel lastig om in te schatten of ze nou gaan spelen of niet. En dan ook voor ons natuurlijk, voor de tegenpartij. En, ja, maar ook op welke positie? Ik zag dat jij volgens mij rechts buiten, elke positie op middenveld en achterin hebt gespeeld daar bij Jong Ajax. Ja, klopt. Ik was wel een speler van, als we iemand nodig hebben op een positie die niet bezet is, dan kan Jasper er wel spelen. En ik heb denk ik de meeste wedstrijden op 6 gespeeld, of op 8. En dan rechtsback, linksback, rechtsbuiten, overal een beetje. En dat lijkt bij Cambuur ook wel een beetje het geval, hè? Voor mij linksback, verdedigende middenvelder en rechtsback gespeeld. Is het dan niet het gevaar dat je dan de next best wordt, dat je overal kan spelen, maar nergens al eerste keus bent? Ja, er zijn natuurlijk twee kanten. Ja, want je hebt wel kans natuurlijk dat je... speelt, want als er een plekje vrijkomt dan kan je er spelen, maar je kan je nooit echt focussen op echt een specifieke positie. Maar ja, dat ben ik nu inmiddels wel gewend eigenlijk, dus dat heb ik al mijn hele leven eigenlijk, dus ja. Maar heb je niet gewoon de doelstelling, ik wil hier gewoon de nummer 2 van Cambuur zijn, ik sta gewoon op die rechtsback en niemand komt in de buurt? Ja, natuurlijk wil je zelf natuurlijk op een vaste positie spelen, maar als de trainer me ergens nodig heeft dan ben ik daar gewoon in, dan speel ik daar.